Goedemorgen, het is weer zaterdag, oftewel ik ga weer voor jullie vloggen. Leuk dat je kijkt. Ik ben echt een beetje moe nog. Gisteravond zijn Mitchu en ik wat langer geweest op kantoor. We hebben echt... Oké, niet let op de troep hier, want we hebben een nieuwe tv gekregen, zeg maar. Dus het spul ligt hier nog, maar... Ze is zo gek, ze houdt zo van dozen en... de onderdoor en het piepschuim wat hierbij zit. Maar we hebben trouwens een nieuwe tv, maar hij is kapot binnengekomen. Moet je kijken. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar er zit hier echt een hele dikke deuk. En het zijn allemaal barsten en zo. En het is ook gewoon los, zeg maar. Het is echt niet normaal. Hij is zo binnengekomen. Terwijl hij helemaal hierin verpakt was. Piepschuim van het knettertjes, hoe heet dat, spul. Maar hij is gewoon kapot. Maar ja, we krijgen wel een nieuwe. Oh, daar gaat ze weer in. Maar ze moeten eerst deze komen ophalen en dan krijgen we als goed zijn nieuwe. Dat, wanneer krijgen we hem ongeveer? Tussen 2 en 6 november, toch? Ja, dat is volgende week. Volgende week. Oh, dus jammer dat het nog wat langer duurde, want hij was al trouwens een week te laat. Maar ja. Ja, het is dus 31 oktober. Of niet. Ja, die moeten we eigenlijk echt gaan opruimen. We krijgen bezoek vandaag hoor, dus we gaan het zeker opruimen. Maar vandaag krijgen we dus bezoek, zoals ik net al zei, van Eden onder andere. Nou, dat ja, jongetje kunnen jullie wel kennen. Jullie hebben hem al gezien in mijn vlog. En omdat het Halloween is, gaat hij zich helemaal verkleden. Dus dat is heel erg leuk. Jullie gaan het zo meteen wel zien. En vanavond gaan we naar de film met mijn moeder, stiefvader en broer. En dat is leuk. En nu gaan we heel eventjes ontbijten. Oké, Mitch en ik hebben net het huis gekeken en ik heb het huis een beetje opgeruimd. En Mitchell is nu weg, want hij is de auto ophalen. We hebben hem namelijk gisteravond op kantoor laten staan, want we hebben allebei wat gedronken gisteren. Dus dan kun je niet meer auto rijden. Dus gisteren zijn we met de bus naar huis gegaan. En nu is Mitchell met de bus naar kantoor en de auto ophalen. En ik ging niet mee omdat ik nog heel veel moest editen. En trouwens, wat ik me bedenk, als deze vlog online komt, dan ben ik gewoon jarig. Want deze vlog post ik op woensdag en woensdag 4 november ben ik jarig. Mitchell zit niet op voetbal, maar hij gaat wel voetballen vandaag. Want een vriend die zei, nou we hebben je even nodig, want er zijn weinig spelers. En Mitchell wil misschien wel op die club gaan, dus dan kan hij net zo goed heel veel meespelen. Dus zometeen word ik opgehaald door Mitchell als hij weer hier is. En dan stap ik bij hem in en dan gaan we richting het voetbalveld. Dus ik ga zo meteen heel eventjes douchen. En ik ben het aan het editen en ik deed mijn haar even opnieuw in een knot. En toen gebeurde dit. Auw. Mijn nagel, ik ga hem er gewoon afhalen. Auw. Kijk. Het is gewoon mijn nagel. Auw. Kijk, mijn nagels groeien heel snel, zodat ze lang worden. Maar als ze helemaal lang zijn, breekt ze echt zo snel af. Oké, ik heb heel eventjes gedoucht en me aangekleed. Ik heb gewoon even een zwarte broek aan van de Primark en een coltrui van de Primark. En ik denk dat ik nu even moet opschieten, want Mitchell is al onderweg naar hier. Oké, op het moment dat ik stopte met vloggen, belde Mitchell dat hij er al was. Dus nu zit ik in de auto. Ik zit even achterin, want we gaan even iemand ophalen, Nemo. En ja, daarna gaan we naar voetbal. Oké, we zitten hier in de auto van voetbal. Het was heel erg leuk om te kijken. Helaas hebben ze verloren met 1-2. Maar we gaan nu eventjes weer iemand afzetten thuis. En daarna gaan Mitchell en ik naar de Albert Heijn toe. Want we moeten nog even wat boodschappen doen. En ik ben heel erg donker, zie ik. Wacht, ja, dit is beter. Het begint ook al donker te worden. Hoe laat is het eigenlijk? 10:30. Het is 5:50 al. Het is echt, de tijd gaat heel erg snel vandaag. Wat ben je schattig? Nou, we zijn weer thuis. We hebben net boodschappen gedaan. Oké, nou, nu snel onze jas en tas en schoenen af en uit en zo. En dan snel de boodschappen een beetje inladen. Want als het goed is, is ons bezoeker er bijna. Wil je saus? Ja. Ja. Welke wil je? Mayonaise? Eden, eerst blazen. Maar Eden, wat ben je dan? Laat eens kijken. Wauw. Wauw. Is het lekker, Eden? Ja, lekker. Heel lekker? Is het ja? Yes, gelukkig. Speciaal voor jou gemaakt. Wat doet het daar? Papa, lekker. Zie je papa op de achtergrond? En oompie Mit? Oh, en mama? Oh, wat leuk! Oké, okay, even kijken. Zo zien we papa. Zie je papa? Oh, kijk, papa is aan het lachen. Oké, hier zo is het knopje. Hier. Ik ga het even scherp stellen. Hoi papa. Kijk. En nu. En nu mama. Kan je een foto van mama maken? Ja. Kom eens hier.
Je hebt een skeletpyjama aan, hè? Voor Arsenal. Ja, voor Halloween. Ja. Nee, ik haat die trainer van Arsenal. Oh, gaat zitten. Wat zie je er mooi uit. Lacht even tegen iedereen. Zeg maar toch. Ik heb zo'n accent. Oké, ik ben een beetje aan het haasten, maar we hebben net geparkeerd hier in de parkeergarage in Amsterdam. We gaan naar de nieuwe James Bond film. Maar het is een verrassing voor mijn stiefvader. Dus hij weet niet dat we komen. Maar nu zijn we een beetje laat. Dus dat is een beetje jammer. Maar... Verrassing. Verrassing! We zijn weer laat zoals altijd. Maar ja, superleuk. Ook mijn broer is er. Dus mijn moeder en mijn stiefvader. Erg gezellig. En ik ben heel erg benieuwd naar de film. Want ik hou wel heel erg van James Bond. En ja, benieuwd. Ik laat het zo weten. Het is nu bijna 20:20 en wij zijn weer thuis en wij gaan nu slapen. Morgen weer een dag en morgen ga ik natuurlijk weer vloggen. Morgen gaan Mitchell en ik de kleedkamer verven. En dat laten we morgen natuurlijk zien. Hi. Hi. En wat gaan we nog meer morgen doen? Oh ja, we gaan sushi eten morgen en met vrienden gaan we dat dus doen en nog de stad in. Dus dat zien jullie morgen. Bedankt voor het kijken tot nu toe en ja, tot morgen. Doei! Goedemorgen, het is vandaag zondag de 1e van november. Jee, over 3 dagen ben ik jarig op 4 november. Ja, ik ben nu al best wel lang wakker. Het is nu 10:50 en ik ben al denk ik sinds 9:00 op. En ik kan natuurlijk niet laten om nog even te gaan liggen. Oh, we krijgen heel veel vragen over dit dekbed. Maar dat is van de Jisk. Profist. Dat doet PewDiePie altijd. Doet hij zo. Profist. Dat vinden wij leuk. Oké, het is al helemaal weer middag geweest en we hebben net ook weer een soepje gegeten en wat broodjes erbij. En ik ben nog helemaal, ja, lui. Maar ik ga er nu actie in brengen, want ik ga me nu eventjes omkleden en even een beetje fatsoeneren om te gaan verven. Het klinkt heel raar, maar ik ga het ook filmen, een stukje. Dus dan wil ik wel een beetje er normaal uitzien. Kijk, nu in een vlog dat het zondag is, dan denk ik, ja, boeien, jullie kennen me wel een beetje zo. Maar op een of andere manier wil ik in de zondagvideo's altijd wat representatiever eruit zien. Niet dat het echt gaat lukken, ik bedoel, ik ga gewoon in mijn kluskleren, maar... Ik heb volgens mij nog mascara van gisteren onder mijn ogen en niet eens mijn haar geborsteld of gedaan. Dus dan doe ik dat wel eventjes. Ja, en ik ga nu verven. Oké, ik heb mijn miniatuur een beetje gefatsoeneerd en nu gaan we beginnen met filmen. Maar deze nog even normaal ophangen. En dan ga ik beginnen en ook echt beginnen met de opening van deel 2. Terwijl dit maar echt een beginnetje is van deel 2. Zo, ik moet het even neerzetten hoor. Ja, zodra de verf is opgedroogd, wordt natuurlijk ook weer een plank opgehangen. En er wordt nog meer gedaan. Maar dat komt allemaal wel in deel 2. Ik ga nu niet alleen in deel 2 zeggen of laten zien hoe we aan het verven zijn. Als u snapt wat ik bedoel. Ik snap het zelf al niet eens meer. Maar ja, ik ga beginnen. Hoi, leuk je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Je ziet het aan de titel. Het is vandaag tijd voor kledingkamer deel 2 alweer. Oké, het is inmiddels alweer heel wat later en ik heb net gedoucht en mijn haren een beetje geprobeerd te borstelen. En ik heb voor het eerst in mijn leven mijn haar lopen feunen, want ik heb blijkbaar een feun, kwam ik achter in de verhuizing. Ik twijfel ook nog over wat ik aandoe, maar ik heb nu gewoon een highway skinny aan en dit shirtje. En ik draag mijn Daniel Wellington horloge weer eens en ik moet mijn haar gelukkig weer even bijwerken. Oké, we gaan nu richting de stad. Het is 7:30 en we hebben 8:00 gereserveerd. Dus dan moeten we daar zijn. We hebben trouwens een verjaardag en we gaan met een aantal vrienden en nog de stad in. Ik neem mijn camera mee, maar ik weet nog niet precies wat ik allemaal ga filmen. En ik moet sowieso nog de vlog afsluiten later, dus ik zie jullie sowieso nog. Nou, ik weet niet of jullie het zien, maar als je nu bijvoorbeeld de bus kijkt, hoe erg mistig het is. Het is echt niet normaal. Het is al de hele dag zo mistig. You pick this one, this one, this one and those three. Awesome. Awesome, ja. Yeah.
What should I say? Beef rolls with cheese, mustard? In Dutch, in Dutch. Oh! Hallo jongens en meisjes. Hoe gaat het ook weer? We zijn weer aan het vloggen. We hebben beefrolletjes met... De rest van YouTube. We komen niet op YouTube, dit, toch? Nee, joh. Ja, we praten Engels omdat we een gast hebben die niet in Nederland komt. Dus we praten eigenlijk de hele tijd Engels. Vandaar dat we een beetje Engels aan het praten waren. En omdat we vooral populair willen zijn. Ja, yeah, we want to be popular. By the way, ik ben jarig. Ja, yeah, it's a birthday! Een rare combi. Ja. And he was late on his own birthday. Oh, waarom praat ik Engels? Hij was laat. Hij was laat op zijn eigen verjaardag. Maar with a good reason, met een goede reden. So we hebben een kansas nou. Misschien hebben we een tattoo gegeven. Amee heeft een YouTube channel. I already told her. Oh. Yeah. Oh, hij zegt Amee heeft een YouTube kanaal en ze maakt shoplogs. Maar als het einde van de bottle van house decoration stuff. You just told me that you like YouTube as a marketing channel. Yes, I do. On Thursday. Friday, yeah? Friday, I told you already. Yeah. Ik moet zeggen dat ik niet weet, dat ik niet weet hoe laat het is. Maar we zijn nu weg uit de club. En we gaan nu lopen weer naar Leidseplein. We waren bij de Reguliers Dwars. En dan gaan we nu naar Ronnie's auto. Hem daar afzetten. En wij gaan een taxi bellen. Oké, we zijn inmiddels thuis. En we gaan lekker slapen. Het is erg laat geworden. Morgen is het maandag. Maar we hoeven niet te werken gelukkig. Dus... morgen niet om 9 uur op kantoor zitten. Erg blij mee. En ja, ik hoop dat jullie de vlog erg leuk vonden. Vond je het een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet geen reactie achter te laten. En als je nog niet bent geabonneerd, zou ik het heel erg leuk vinden als je ook even abonneert op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je zondag weer. En zoals ik al zei, als deze vlog online komt, ben ik jarig. En ik denk dat ik aankomende zondag een soort van sfeerbeeld video ga uploaden van mijn verjaardag, 4 november. Want ik ga gewoon een gezellig dagje met Mitchell zijn en we gaan uit eten, wat leuke dingetjes doen. Dus misschien komt dat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vind je dat leuk? Ook even duimpjes omhoog. En nu ga ik echt slapen. Ik ben heel erg moe. Ik heb me wel snel omgekleed en ik ga nu mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken. Doeg! Ik heb vandaag voor jullie weer eens een shoplog van de webshop Lovies en de winkel Primark.